Dankjewel, Maarten. Ja, normaal gesproken in een volle zaal. Klinkt er nou een applaus, hè? En ook een applausje daarmee voor Wout en Jan. Dank jullie wel. Ja, er zijn direct wel wat vragen te bedenken. Maar gezien de tijd denk ik dat we nu echt naar de Mentimeter vragen toe moeten. En ik wil de mensen in de zaal of ook uitnodigen om in de chat in ieder geval vragen die naar aanleiding van deze presentaties gekomen zijn. Om in de chat te zetten. Maar dan wil ik eigenlijk nu eerst naar de Mentimeter vraag toe die eigenlijk hoort bij jouw presentatie, Wouter Jan. Misschien kan je zelf toelichten welke vraag er gesteld gaat worden. Ja, zeker. Waar ik wel benieuwd naar was, hè, was van, ik heb dus dit schema eigenlijk laten zien, hè, om een beetje structuur aan te brengen in het complexe proces van dijkveroudering. En dan is eigenlijk de vraag, hè, van, er staan nummertjes bij, er komt zo een lijst bij de vraag te staan. Maar geef nou eens aan op welk pijltje, A, B, C of nummertje 1, 2, 3, jij nou vindt van, daar worstel ik eigenlijk wel mee. En noem daar ook een concreet voorbeeld bij. Van, in mijn dagelijkse praktijk loop ik aan tegen de relatie tussen, vul het maar in. Ik ga niks zeggen, anders dan krijg ik dat straks allemaal terug. Succes. Als het goed is, krijgen jullie nu dan de Mentimeter-vraag allemaal voor jullie. Ja, daar komen de verschillende. Dus mijn toepassing van risicogestuurd beheer en onderhoud zou het meest verbeteren met. Nou, en dan één van de genoemde aspecten. Of er ook al data komt. Oh, er begint al wat te komen. Dat is een hele interessante. Misschien kun jij de dingen die jij interessant vindt, Wouter Jan, gewoon eens direct highlighten. Ja, ik ben natuurlijk vanuit mijn eigen onderzoek, hè, wat ik met Jaap heb gedaan bij de Dijken bij Rivierenland, hoe fanatiek inspecteurs zijn. Ik ben wel benieuwd welke gedachte daarachter zit. Maar ja, hè, inspecties zijn toch mensenwerk, hè, en daar zul je ook menselijke verschillen in gaan zien. Dus dat is natuurlijk een hele interessante. Opmars van exoten vind ik ook wel een aardig. Hè? Van, dat is natuurlijk wel iets wat je, hè, denk aan de, hè, bij wijze van spreken, de Japanse duizendknoop noem ik even, dat is degene die het, maar er zijn allicht nog meer exoten. Dat is iets wat je op basis van landelijke data heel goed zou kunnen volgen, hè? Mits het goed vastgelegd wordt natuurlijk. Ik bedoel, als je het aantal meldingen in de tijd ziet oplopen, dan weet je van, hey, hier is iets aan de hand. En misschien kunnen we wel iets soortgelijks doen voor de eerder genoemde ingenieurs van het dierenrijk, de bever. Kunnen we ook daar meer gevoel voor krijgen van hoe hard dat oploopt en in welke gebieden? Uniformiteit wordt genoemd. Ja, uniformiteit. Nou, dat is denk ik iets waar Maarten zo misschien nog wel iets over kan zeggen. Hè? Dus we hebben natuurlijk een heleboel. We hebben 20 waterschappen in Nederland en daar hebben we data van. Van een deel hebben we data gekregen en ieder waterschap is toch net iets anders, maakt andere werkafspraken, legt het op een net iets andere manier vast. En wat zijn nou de verschillen? Waardoor komt dat? En is dat, je zou ook de vraag kunnen stellen, is dat wel nodig dat we daarin verschillen van elkaar? Dit is overigens de volgende vraag. Maar, dit is overigens de volgende vraag van Maarten. Dus, als Maarten er weer bij komt, dan kan hij hier verder commentaar op gaan geven. Dat is helemaal niet in de gaten dat u al weer de volgende Mentimeter vraagt. Ja, jij verder. Dankjewel. Ik heb microfoon. Ja, oké. Welke vragen kan een landelijke dataset met inspectiegegevens gaan beantwoorden? Maarten, Deze antwoorden die horen bij deze vraag, mag ik vanuit gaan. Dus dan wordt er gezegd landelijke trends. Ik zie uniformiteiten. Misschien hebben wij het dus net gehad over. Ja, daar hebben we het net over gehad. Ja, zeker. Ja. Ja. Ik miste al de eentjes en de a'tjes en de b'tjes, moet ik zeggen. Maar ik denk, misschien heb ik dat niet goed uitgelegd. Misschien dat die nog ergens in de cloud zitten. Dus dan krijgen we die nog als het goed is. Maar er worden hier in ieder geval een heleboel dingen genoemd. Hè? Ja. Maarten, er staat bijvoorbeeld misschien wel. Oh ja, jij hebt zelf een microfoon. Ja. Hè? Voorspelbaarheid in onderhoud creëren zie ik bijvoorbeeld staan. Ja,
Nou, door die schade verlopen veel beter in de vingers te krijgen. Dus ik heb net bijvoorbeeld een voorbeeld laten zien van zo'n schadeverloop. Hoeveel dagen die erover doet om tot het ergste staat te komen. Nou ja, als jij van 20 waterschappen data hebt van 10 tientallen jaren, dan kan je echt wel goede trendlijnen creëren. En dan kan je dus heel erg goed voorspellen wanneer hoe die schade er nu voor staat. Dus stel je ziet een schade met die er nog best wel goed bij ligt. Dan kan je uit de grote data kan je dus zeggen, over de 150 dagen, dan is hij echt in slechte staat. En dan zouden we moeten aanpakken. Met een marge uiteraard. Hè? Ik zou dan niet tot 149 dagen wachten. Hè? Maar juist die grote hoeveelheid data geeft dan ook denk ik wel de marges aan. Ja, zeker. Of je er nog wat mee kan wachten. En misschien zegt het ook wel wat over, kunnen we ook wel wat zeggen over de ernst en de omvang. Ja, ja. Zoals het ook in de NEN ook gevraagd wordt, hè, om de data vast te leggen. Ja, dus we hebben het hier echt over de kwaliteit van schades. En in de NEN gaat het ook veel meer over de conditie van bouwonderdelen van de waterkering. En daar werd ook gewerkt met criteriums, met criteria. En daar zit ook veel meer de materiaal van de dijk bijvoorbeeld in verwerkt. En ook veel structureler vastgelegd hoe die conditie ervoor staat. Niet alleen wanneer die er goed voor staat, ook niet alleen wanneer die er slecht voor staat, maar juist ook wanneer die er goed voor staat. En ik denk dat met de NEN dat we ook veel meer data als gegeven krijgen. Ja. Ja, en we moeten gezien het programma moeten we verder hè, naar de discussie. Er zou nog wat meer over te zeggen zijn. Ik nodig de mensen in de Mentimeter ook gewoon uit om te blijven schrijven, want het wordt allemaal vastgelegd. En de chat is er ook, maar ik denk dat het nu echt tijd is om ook de beheerders er weer bij te vragen. Dus Oscar en Jaap. En jullie gaan nou zo aan één kant staan en jullie aan de andere kant. Hè? Hebben jullie dat nou bewust gekozen? Nee toch, hè? Dus als Jaap, als jij nou eens gewoon daar gaat staan. Hè? Dat lijkt me gewoon veel gezelliger. Dat is... Nee, dus in de komende 10 minuten nog, of kleine 10 minuten, gaan we een korte discussie voeren met elkaar. Om, jullie namen zijn allemaal al genoemd, hè, om te kijken van zou een ontwikkeling van de nationale dataset, hè, zou dat nou helpen om de praktijk te versterken en om de juiste onderzoeken te doen. Oscar, wil ik bij jou beginnen. En jullie krijgen allemaal een vraag, dus het wordt ook nog een race tegen de klok om allemaal nog even je zegjes te doen, hè. Oscar, maar eigenlijk stond hier vandaag de nationale dataset, hè, in het laatste deel na de pauze centraal van, daar hebben we een verkenning mee gedaan. Hè, maar het doel, daar begon ik ook eigenlijk mee, en dat hebben jullie in het begin ook aangegeven, het doel is uiteindelijk om goed beheer te doen, hè, en ook risicogestuurd beheer te doen. Als jij nou dit zo ziet, hè, welke kansen zie jij dan in dat de nationale dataset kan helpen, zeg maar, om het risicogestuurd beheer en onderhoud te verbeteren? Nou ja, wat we gezien hebben, met name natuurlijk in de presentatie van Maarten, is dat er eigenlijk in de beperkte omvang van de dataset die er nu is, eigenlijk al best een aantal leuke trends te analyseren zijn. En in de discussie die we daar natuurlijk het afgelopen jaar ook om gehad hebben, is dat we twee dingen zien. We zien patronen, maar we zien ook dingen die we eigenlijk nog niet weten. Dus dat is misschien, een leuke analogie naar, ooit heeft iemand bedacht, ik geloof in 1901... dat het wel zinvol kon zijn om de temperatuur in Nederland te gaan meten. Dus we zijn dat gaan meten. In eerste instantie misschien dagelijks. En op een gegeven moment dachten we, misschien moeten we dat maar ook om de dag terrente, ook uur te gaan meten. En op basis daarvan kunnen we nu allerlei analyses doen, trendanalyses doen, in wat de temperatuur in de loop van de tijd heeft gedaan. Klimaatonderzoek is natuurlijk gewoon daarmee gestart. En misschien is deze nationale dataset voor dijkveroudering wel een opmaat naar van een onderzoek van allerlei trendsanalyse waarvan we nu nog niet kunnen bedenken dat we dat kunnen doen. Maar wel waarvan we nu al wel kunnen zien, van de beperkte omvang die we nu hebben, dat er al wel trends in zitten. Dus het is een hele interessante om te zien van, kunnen wij vooruitlopend op ook mogelijke analysetechnieken die er in de toekomst ontwikkeld gaan worden, iets gaan doen met die dataset. Maar we hebben aan de andere kant natuurlijk ook allerlei problemen al aangekaart zien. In het filmpje van Jaap en Peter met op de dijk van hier wordt nu bijvoorbeeld nu niet geregistreerd omdat er straks een dijkveroudering plaatsvindt. Dus daar zitten ook nog allerlei intrinsieke dingen in de data zelf waarvan je eigenlijk wel zou willen dat je die kunt gaan vastleggen.
En ik weet ook dat de studenten geprobeerd hebben ook beheer- en onderhoudsgegevens vast te leggen van wanneer is een bepaalde schade hersteld. Nou, dat is niet gelukt, maar dat is natuurlijk wel heel erg belangrijke informatie die je eigenlijk mee moet nemen in zo'n dataset. Ja, zeker. Ja, dankjewel. Ook alweer, van hier zouden we langer over door kunnen praten. Ja. Maar eigenlijk zeg je ook van wees niet te bang om te beginnen. Nee. En misschien kom je er over 10 jaar achter dat je er iets meer had moeten doen. Nou, dan begin je dan mee. Hè? Maar wees niet te bang om te beginnen. En we gaan daar vast een nut bij hebben bij het risicogestuurd beheer en onderhoud. Aspect, Wouter-Jan, dan kom ik eventjes bij de kant van de theorie uit. Hè. Aspect van risicogestuurd beheer en onderhoud is ook dat je dus moet kunnen gaan voorspellen. Het al een paar keer over gehad, hè. Maar daar zullen vast nog wel een paar hersenkrakers in zitten, of niet? Ja, zeker. Dat maakt het ook zo lastig. Hè. Dus je begint met een dataset en die is niet perfect, maar je kunt er wel... Ja, dingen van leren. En dan is eigenlijk precies wat Oscar zegt. Hè, van ja, wat ga je dan aan data indienen? Waar je nu eigenlijk misschien in je dagelijkse praktijk van denkt... ja, wat moet ik daar nou in vredesnaam mee? Dat helpt mij niet bij het uitvoeren van mijn dagelijkse beheer en onderhoud. Maar dat vereist toch ook een soort van visie, hè, richting de toekomst. Van, ja, wat willen we nou weten? Tegelijkertijd moet de data die we dan inwinnen... moet ook van goede kwaliteit zijn. Hè? Nou, dat is denk ik uit mijn... Uit de proef die ik heb gedaan bij Rivierenland samen met Jaap, is dat wel gebleken. Van, daar zijn echt nog wel, is echt nog wel een wereld te winnen. We krijgen best een aardig beeld van hoe de dijk erbij ligt, maar er wordt ook wel een hoop over het hoofd gezien. Daar is denk ik op te verbeteren. Dus, en dat samen, dat kan ons uiteindelijk inzicht geven eigenlijk in het schema wat ik liet zien. Ja, dat is ook maar een schema. Maar je moet ergens beginnen. Hè, van hoe interacteren nou die processen? En juist de veelheid van data kan ons daar echt enorm bij helpen. Daar ben ik van overtuigd. Oké, we gaan nu weer een stapje maken naar de volgende in het panel. Hè. Maar ik wil jou in ieder geval ook ontzettend veel succes wensen. Dank je wel voor vanmiddag. Ja. En succes wensen komende maandag bij de verdediging van je proefschrift. Ik kom in ieder geval. Ik ben benieuwd hoe dat gaat. Dankjewel, Wouter-Jan. Maarten, kom ik bij jou, hè? Want ja, er worden allerlei pro's aangegeven voor risicogestuurd beheer en onderhoud. Hè? En dus we kunnen er ook mee voorspellen. Maar is het nou zo simpel dat we gewoon alleen data moeten verzamelen? Of moeten we er meer data? Hè? We hebben al achterwaterschappen. Ja. Hè? Is het zo simpel of zie ik ook wat over het hoofd? Nou ja, meer data is altijd welkom. Ik denk ook dat als we de dataset uitbreiden met meer data... en wat ik ook zei, hè, met dijken en parkeringen die nog onderbelicht zijn... zoals de kust- en steenbekleding... dan kunnen we de analyses veel breder uitvoeren. Dus inderdaad meer data, maar het is ook wel iets verder dan dat. Want we moeten ook... energie gaan steken in het verbeteren van de kwaliteit van data. Want meer data is goed, maar een kwalitatief betere data is waardevoller. En dat kunnen we doen door bijvoorbeeld ook de schade die we zien, om die zoveel mogelijk informatie mee te geven in het inspectiepunt. En dat kan over de omvang van de schade zijn, dat kan over de toplaag van de dijk zijn, het materiaal, daar moeten we veel meer over weten. Dus de NEN 2767, die stuurt er al veel meer op, zoals ik zei. Dus ik denk dat we daar al een goede stap in die richting op doen. Maar ik denk dat we echt moeten sturen op die informatie die we kunnen pakken, dat we die ook echt pakken. En de kwaliteit ervan dus. Hè? En de dataset kan er dus ook bij helpen, begrijp ik, hè, om kwaliteiten van verschillende datasets gezamenlijk beter te maken. Absoluut, ja, zeker weten. Super. Ja, dan is eigenlijk de hamvraag, dan wil ik eigenlijk weer terug naar jou, Jaap, hè, vanuit de praktijk. Wij kennen elkaar nog niet heel lang, maar ik kom je namelijk wel heel lang tegen in het kader van waterkeren. En ik werk dan altijd in een ander deel van de hoek van waterkeren. Dit idee, dat zal vast niet nieuw zijn, hè, om data te verzamelen. Als we dat nou gaan doen, tegen wat voor praktische... voetouwels en klemmen lopen we dan op. Kan het überhaupt? Krijgen we de geesten ervoor rijp? Hoe zie jij dat? Nou, ik denk dat de data sowieso al verzameld wordt. De inspecteurs werken tegenwoordig vrijwel standaard met een app, dus die data die rollen binnen. Maar ik denk dat we als beheerder ook heel veel behoefte hebben aan kennis. Precies wat Maarten aangeeft. Weet ik wat van toplagen er in de dijkbekleding is verwerkt? Weet ik hoe oud de steenbekleding is? Dus dat zijn data die we als gegevensbeheerders, als waterschappen ook moeten gaan leveren.
En gistermiddag had ik wel een mooie casus bij de kop. Herbert, een zeer enthousiaste inspecteur van Rijn en IJssel, die was bij ons op bezoek en die stelde de vraag: sedum op steenbekleding, is dat nou positief of negatief? Want aan de ene kant, sedum legt met zijn worteltjes de splitvulling vast, waardoor je misschien het dijkverouderingsproces vertraagt. Aan de andere kant kan sedum bijdragen aan de vestiging van houtachtigen, waarmee je misschien het dijkverouderingsproces verbetert of versterkt. Nou, dat zijn kennisvragen waar wij ook heel veel antwoorden nog op willen hebben. En ja, als je dat goed wil vastleggen, dan moet je die digigids dus op orde hebben. Garbage in is garbage out. Dus die bal leg ik ook wel bij Oscar neer. Er zijn nog onderdelen in de digigids die niet zijn ingevuld. Daar heb ik als beheerder heel veel behoefte aan om die datakwaliteit op orde te krijgen. Zorg dat er goede parameters en goede klassegrenzen zijn. Dan kunnen wij ons werk beter doen en kunnen we hieraan bijdragen. En begrijp ik uit jouw verhaal, er wordt natuurlijk al heel veel data verzameld, terecht. Hè? Maar dan gaat deze stap, hè, om dat gezamenlijk te doen en ook te structureren, ja, die gaat ook lukken. Ik neem aan dat de meeste waterkeringbeheerders geen bezwaar hebben tegen het ter beschikking stellen van hun data, als we het vriendelijk vragen. Ja, nou, daar hebben wij ook ervaring mee, Maarten. Hè, dat daar zeker, dus daar wordt absoluut belang aan gehecht. Ja, ja, de discussie, Ferdy, kom erbij. Hè. De discussie was aan het eind, omdat we toch ons een beetje gaan mikken richting 3:30. Hè. Dat was een beetje haastig, hè? Maar hoe heb jij het afgelopen half uur beleefd, Ferdy? Nou, ik wil allereerst zeggen complimenten voor de verhalen, voor de presentaties. Die gaven wat mij betreft heel goed inzicht. Ik denk dat we de doelstelling die we aan het begin formuleerden van, hè, we gaan niet een keihard antwoord, zo moet je er tegenaan kijken. Dat gaan we niet geven, maar we geven wel voeding om hierover na te denken. En ik vind ook dat er heel duidelijk, het werd door de beheerders ook gezegd, toch een wenkend perspectief is van, je ziet nu al met een beperkte tijdreeks, zie je toch al interessante trends. Dus het is heel echt de moeite waard om hier serieus naar te blijven kijken. Maar ja, inderdaad, dat voelde, het was helemaal niet gehaast, maar het is wel zo dat je merkt, we zouden hier nog langer over door kunnen praten. Maar ja, hora est, zeggen ze dan. Hè? Dat, dat gaat Wouter Jan maandag horen, maar geldt ook voor ons nu. Het is tijd, we gaan afronden. Dus ik wil sowieso aan de twee beheerders en aan de twee onderzoekers en ook uiteraard aan jou, Frank van der Han, dank zeggen voor jullie bijdrage aan dit webinar. Ik heb gevolgd en gezien dat ondanks wat technische problemen, excuses daarvoor naar jullie kijkers, dat toch de mensen die zich aan het begin hadden aangemeld, dat de meeste zijn gebleven. Dus volgens mij heeft de inhoud wat dat betreft de technische strubbelingetjes ruimschoots overwonnen. En dat is nogmaals te danken aan jullie. Wij van STOA zijn blij met dat we dit soort webinars kunnen organiseren. We zijn blij met de samenwerking met Rijkswaterstaat in zaak PIW. En we zouden jullie dus van harte willen uitnodigen. Zorg dat je je aanmeldt voor 30 juni. Dan hebben we weer een echte kennisdag met alle toeters en bellen, de wilde beesten erbij. Kan ik letterlijk zeggen, want het is immers in Burgers Zoo. En als je nou zegt, goh, die Han, wat is dat toch voor een organisatie, een interessant onderzoek. Weet dan ook dat er in de middag op 30 juni ook een blokje over andere onderzoeken, onder andere het Prometheus-onderzoek van de Han, plaats zal vinden. Dus als je nog wat meer wil weten over activiteiten die deze organisatie uitvoert, dan is dat een extra reden om de 30 juni naar onze kennisdag te gaan. Nogmaals, dank voor jullie aanwezigheid in de kijkbuis kinderen thuis. Wij gaan nu afsluiten. Wij gaan hier even een glaasje koel water drinken en de ramen openzetten, want de temperatuur is hier behoorlijk opgelopen. Wij hopen jullie allemaal op 30 juni te zien.